Opel Astra Hatchback Trekhaak, ontwikkeld door Brink BV in nauwe samenwerking met Opel. Past perfect en is snel te monteren. We laten dat zien en volgen daarbij stap voor stap de bijbehorende montagehandleiding. Sla de vloerbedekking in de kofferbak terug en verwijder de kunststof afdekplaat. Verwijder de nummerplaatverlichting en demonteer de achterbumper. Markeer het midden en teken de uitsparing voor de trekhaak af. Voor de Opel Astra Hatchback GSI is dit een uitsparing van 60 bij 106 mm. Bij de overige types een uitsparing van 60 bij 115 mm. Zaag met een decoupeerzaag het afgetekende deel uit de bumper. Verwijder daar waar het versterkingsdeel op de bodemplaat wordt gemonteerd de antidreunlaag. Gebruik een föhn om het materiaal zacht te maken en steek het langs de voorbewerkte markering weg. Voor de bevestiging van het versterkingsdeel vier gaten van 12 mm in de bodemplaat. De plaats wordt aangegeven door deukjes. Aan de onderzijde van het chassis zijn de gaten al in de fabriek aangebracht. Bescherm de geboorde gaten tegen roestvorming. Boor in de achterkant.
achterwand 4 gaten van 12 mm. De plaats wordt aangegeven door deukjes. Bescherm de geboorde gaten tegen roestvorming. Boor in de bodemplaat 3 gaten van 12 mm. Ook deze worden aangegeven door deukjes. Bescherm de geboorde gaten tegen roestvorming. Boor op de daarvoor bestemde plaats een gat van 17 mm voor de doorvoer van de kabelset. Bescherm ook deze tegen roestvorming. Plaats ter bescherming van de kabelset de rubberen tule. Leg het versterkingsdeel in de kofferbak en plaats aan beide uiteinden 2 bouten. Stel het kogeldeel als volgt samen. Plaats de afstandsbus tussen de beide bevestigingsplaten en zet deze vast met de daarvoor bestemde bout met sluitring en zelfborgende moer. Monteer de kogelstang met 2 bouten, de strip, sluitringen en zelfborgende moeren. Plaats het kogeldeel tegen de achterwand en bevestig deze aan het versterkingsdeel ter plaatse van de geboorde gaten door middel van sluitringen en zelfborgende moeren. Ter plaatse van de geboorde gaten 3 bouten met sluitringen en zelfborgende moeren. Zet de brug iets hoger voor het monteren van de afstandsbussen, sluitringen, contraplaten en zelfborgende moeren aan de bouten van het eerder geplaatste versterkingsdeel. Draai alle verbindingen vast volgens de voorgeschreven aanhaalmomenten.
Het monteren van de elektrische bedrading gaat als volgt. Plaats de contactdoos inclusief rubberen afdichting op de stekkerplaat van de trekhaak. Voer de kabelset door het eerder geboorde gat. Zet de brug weer wat lager en monteer de kabelset in de achterlichtruimte met behulp van de snelverbinders volgens het meegeleverde aansluitschema. Aangepaste bumper. Doe dit bij voorkeur met twee personen om beschadigingen te voorkomen. Breek de voorgestanste delen uit de kunststof afdekplaat en monteer deze weer tegen de achterwand in de kofferbak. Thank you.
Opel Astra hatchback trekhaak van Brink. Past perfect en kan snel worden gemonteerd. De Opel dealer. Betaalbaar beter.